De tweede militaire jungle training van het Koninkrijk der Nederlanden op Surinaams grondgebied is gisteren officieel gestart in de Ayoko-kazerne te Sanderij. Bijzonder is dat ook 4 Amerikaanse militairen deelnemen aan de training. De training is gebaseerd op de meerjaren Status of Forces Agreement, SOFA, tussen Suriname en Nederland. Met de ondertekening van de intentieverklaring in 2021 tussen defensieminister Matura en haar Nederlandse ambtgenoot Anna Bijleveld-Scholten is nog meer diepgang gegeven aan de bilaterale relatie op defensiegebied. Brigadier-generaal van het Nederlandse leger Jan Hut geeft aan dat de jungle training in Suriname meer is dan alleen werken aan de junglevaardigheden van het Nederlandse leger. Het draagt bij aan het versterken van de relatie tussen Suriname en Nederland. Onze landen hebben een lange en bewogen historie. We zijn maatschappelijk diep met elkaar verbonden. In april 2021 tekende u, mevrouw Matura, samen met uw Nederlandse collega, mevrouw Bijleveld, een intentieverklaring waarin het verlangen werd bezegeld naar een hernieuwde samenwerking tussen de beide defensieorganisaties op basis van gelijkwaardigheid, zakelijkheid, wederzijds vertrouwen en respect. Matura geeft aan dat de intentieverklaring bijzondere vruchten heeft afgeworpen. Voor deze training is er een extra dimensie gegeven. Volgens president Santokki is de training een uiting van een hechte samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Nederland. Het is een bevestiging dat we veel kunnen bereiken met onze natuur zonder daarbij het aspect van duurzaamheid en behoud uit het oog te verliezen. Uiteraard zullen er ook Surinaamse militairen deelnemen aan de trainingen. Dit is een zuiver voorbeeld van wederzijds voordeel, omdat personeel van het Nationaal Leger in staat wordt gesteld om hun kennis over de jungle te delen met de Nederlandse en de Amerikaanse militair. In het verlengde hiervan bieden Nederlandse kameraden de mogelijkheid aan de Surinaamse participanten om onder meer hun gevechtsvaardigheden bij te stellen. Hier is een voorbeeld van een prachtige samenwerking op het niveau van defensie, gebaseerd op wederzijds respect, gebaseerd op vertrouwen, maar ook gebaseerd op vriendschap. Dat vandaag 3 legers aanwezig zijn van Suriname, van Nederland en van Amerika om gezamenlijk deel te nemen aan de jungle oefeningen. Allemaal gebaseerd op formele overeenkomsten. Aan deze jungle training doen bijkans 300 Nederlandse militairen mee, 4 Amerikaanse en Surinaamse militairen. Er heeft in dit kader een symbolische overdracht van 7 viertonners plaatsgevonden. Het gaat om vrachtwagens met reservedelen en onderhoudspakketten, inclusief het systeem dat passagiers veilig kan vervoeren. De jungle training loopt door tot eind mei.